We zijn hier in Heemskerk bij Bravour. José, allereerst, de Stichting De Glazen Keet. Wat doet de stichting? De Stichting De Glazen Keet die bestaat sinds 2017 en wij zijn voor de verborgen armoede. Wij zetten ons in voor de minima in Heemskerk. Heel mooi. Wat waren de plannen voor dit jaar en waarom gaan die niet door? De plannen waren groot, want we bestaan 5 jaar. 5 jaar is uiteraard het jubileumjaar. En we zouden een grote tent op het plein neerzetten. Die zou gesponsord worden door Bravour. Dus dat hadden we eigenlijk allemaal al goed voor elkaar. We zouden op vrijdag, zaterdag en zondag staan. En we zouden entertainment hebben. Leuke dingen, bands, een maaltijd voor ouderen, eenzame ouderen. Iets voor de kinderen, een vossenjacht tijdens de kerstmarkt. Want de kerstmarkt is er ook, 18 december. Dus we hadden best wel wat leuke dingen te gaan. Ja, dat klinkt heel veelbelovend. Wat gaan jullie wel doen? Wat wij wel gaan doen is op vrijdag de 17e een maaltijd. We hebben het verhuisd naar de kerk, omdat we dus geen tent hebben. En dat mag nog wel. Dan is er een maaltijd daarvoor, wat ik zeg, de eenzame ouderen. En met Heemskerk of Sociaal Team, die zal daar daarna een bingo doen. De maaltijd wordt ook door Bravour verzorgd. En het was de bedoeling dat het een gezellig moment zou zijn. En we hopen dat dit wel door kan gaan. Dat zou heel fijn zijn inderdaad. Merken jullie dat er steeds meer mensen financiële problemen hebben? Ja, het is op dit moment natuurlijk... dat was vorig jaar natuurlijk al met de corona. Er is een hele grote toeloop gekomen. Het is dit jaar een beetje stabiel gebleven. Maar aankomende jaren met de stijging van de energiekosten en dat soort dingen zal het nog slechter worden. Dus wij willen gewoon heel graag door. Vandaar dus ook dat we wel een doneeractie doen. Ja, precies. Die mensen, hoe krijgen jullie dat in beeld? Wij hebben Sociaal Team als samenwerkingspartner. Zij hebben een aanmeldlijn en daar kunnen mensen zich aanmelden. En op het moment dat zij zich aanmelden, dan is het de bedoeling dat ze hun zorgen voorleggen. Dan wordt er hulp gezocht, ze worden ondersteund. En als beloning, zeg maar, krijgen zij een bon van de glazen keet. Oké, want vorig jaar hebben jullie 180 gezinnen een supermarktbon kunnen geven. Ja, mooi hè? Ja, het is heel mooi, absoluut. Wat is jullie streven dit jaar? Nou, we hebben gezegd, we doen voorzichtig omdat het een doneeractie is zonder veel entertainment. We hopen op te evenaren de 180. We gaan voor de 200. En als we 250 redden is het ook goed. Dat zou helemaal mooi zijn natuurlijk. Hoe kunnen mensen jullie helpen? Nou ja, omdat we natuurlijk niet het evenement hebben, hebben we niet zo heel veel vrijwilligers nodig. We zoeken eigenlijk voor de vossenjacht, die hebben we ook zaterdag voor de kinderen. Daar hebben we vrijwilligers voor nodig. We hebben in de kerk vrijwilligers nodig. En steun in de vorm van donaties is natuurlijk heel welkom. Ja, en waar kunnen mensen zich eventueel aanmelden? Bij info@glazenkeet.nl. En donaties zijn te doen via de QR-code of met een Rabobank-nummer wat op de website of op Facebook vermeld staat. Dus alle informatie staat eigenlijk op de website? Ja, eigenlijk wel. Nou, dank ik je hartelijk. Graag gedaan.